zijn met velen. En dat is prachtig eigenlijk. VNG afdeling Utrecht, en dat zijn wij zelf, kan zich in een toenemende populariteit verheugen. Nog nooit zo'n hoge opkomst geweest als vanmorgen, bijna 90. Dat is mooi. Ja, namens het gemeentebestuur van Montfoort mag ik u welkom heten in deze mooie stad Montfoort. En degenen die me kennen, zeg ik altijd, het is de mooiste stad van Utrecht, maar dat zal ik vandaag niet zeggen met zoveel burgemeesters, want iedereen vindt dat. Dus ik hou het bij de mooie plaats Montfoort. Nogmaals, Jan, van harte welkom. Mijn naam is dus Elisabeth van der Hoven. Ik woon in Utrecht, ik ben freelance journalist. Ik kom oorspronkelijk uit Oudewater en ik vierde altijd carnaval in Montfoort. En wat ik hier allemaal meer uitspookte, dat gaat u niet aan. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb. Ik geef u graag het woord om uw eerste terugblik te geven op 500 dagen als burgemeester van Utrecht. Dank u zeer en dank voor de gelegenheid om dat hier even te mogen doen. Er was al eerder een afspraak gemaakt over de eerste 100 dagen. Toen werd het later 200 dagen. Inmiddels is het al 500 dagen. Ik moet u eerlijk zeggen, ik verbaas me eigenlijk nergens meer over. Je hebt een variëteit aan werkzaamheden waar je in moet. Dat is dan natuurlijk je eigen burgemeesterschap. En je driehoeks overleg, je overleg met de OM en met de politie. Alles van de openbare orde en brandweer te maken heeft. Je raad. Waar je in moet roosteren, het is allemaal een beetje ritsen en al die overleggen, je college wat elke week weer is, je korpsbeheerderschap, wat omvangrijker is en groter is dan ik had vermoed. Je weet hoe het werkt en je weet wat de verantwoordelijkheden zijn. Utrecht is een groot korps, ruim 3000 formatieplaatsen, ongeveer 3500 mensen in de provincie Utrecht. Dat is een groot en omvangrijk korps met de nodige problemen ook af en toe, wat financiële krapte momenteel. En het is best, dat kost je denk ik, in rekening maar even gemakkelijk met 3 dagdelen per dag, dat kost je 2 dagdelen per week, toch wel gemiddeld genomen. En het zijn eigenlijk dingen, realiseringen pas later, waar je af en toe in de raad over spreekt, of in het college wel over spreekt, maar wat ook veel meer tijd kost dan ik had gedacht. Geldt ook voor het voorzitterschap van de veiligheidsregio, we zijn nu met de regionalisering van de brandweer bezig, ook een groot en intensief project, heel arbeidsintensief, en daar moet je iedere keer weer over overleggen. Het voorzitterschap van de BRU, ons eigen stadsregio, voorzitterschap van het Utrechtse archief en allerlei andere dingen die er nog omheen zijn. Dus en het ritme, die druk op je agenda, dat je elke dag eigenlijk soms op een dag als een soort huisarts zeg maar, van uur naar uur weer ingeroosterd bent, dat geeft je per week gewoon veel en bepaald veel minder ruimte, vrije ruimte, dan ik van tevoren had vermoeden. Daar was ik wel een beetje over verbaasd, want ik dacht eens nog, ik krijg eerst een communicatieadviseur, daar heb ik liever nodig. Ik belde altijd zelf met de journalisten. Die wordt gereden, die wordt keurig verzorgd. Waar heb ik dat allemaal voor nodig? Maar inmiddels ben ik eigenlijk al buitengewoon dankbaar dat het allemaal zo. Ik vind, maar dat merk je inderdaad. Ik vind dat de taak van een volksvertegenwoordiger is ook dingen agenderen. En dan moet je soms dingen wat scherper aanzetten dan je wel eens zou willen. En ik hoop, althans ik hoop dat jullie mij zo ook herinneren, voor ik mij gevlot heb in de Kamer. Ik ben redelijk rustig genuanceerd, soms wel eens te genuanceerd is mijn verweten. Ja, meneer Wolfsen valt ook in de pers op door zijn pleidooi voor meer bevoegdheden. En die wil hij dan graag zelf hebben. Ik weet niet, we werden vandaag weer op ons wenken bediend bij het AD op de voorpagina. Ik weet niet of u het al gelezen heeft. De tokkie-toets voor ASO's in Rotterdam. Ja, ik moet zeggen, het riep bij mij het een en ander op. Al lezende, vooral omdat ook mensen die overlast veroorzaken langer dan 2 jaar, die worden in Rotterdam keihard. Ik kan bijna naadloos doorschakelen nu. Ik heb in de Kamer vaak mooie algemene verhalen gehoord over wetgeving, over de begroting van justitie en over algemene hoofdlijnen. Vandaag zal ik echt precies de omgekeerde doen. Heel simpele casuïstiek. Waar loop je tegenaan in zo'n stad en hoe ben ik gekomen op het idee dat hier en daar, als burgemeester vind ik best iets meer ruimte zou mogen krijgen van de wetgever. En Hans Boerier zal straks weer mooie algemene wetenschappelijke verhalen vertellen. Dus ik hoop dat het mooi mag zijn. Ik wil een commentaar leveren op deze positie in de sfeer van de rechtsbescherming. In de sfeer van de rechtsgelijkheid ook. Want de ene burgemeester zal blijken veel voortvarender te zijn dan de andere burgemeester. Dus er is wel commentaar op te leveren, maar ik vind het eigenlijk belangrijker om een poging te doen om het verhaal ietsje groter te maken. Dus ik heb, ik ga in op dat veiligheidsprobleem, overigens bijzonder ook leraar. Ik ben directeur van het Verweijen Jonker Instituut.
Daarnaast hoogleraar veiligheid en burgerschap. En dus een leerstoel die wordt betaald, misschien maar om even te vertellen, door de gemeente Amsterdam. Misschien al een beetje ballot, want mijn naam is afgeleid natuurlijk van het atelier van Boetijen. En dat betekent flessenwerker. Dus ik voel me buitengewoon thuis op dit onderwerp. Dus ik vind dat we als samenleving zo ontzettend in die veiligheid zitten, veiligheid, en dat we zo weinig de neiging hebben om nou eens te kijken waar komt dat nou vandaan. Nou, heel kort even, waar ga ik het over hebben? Ik ga een culturele diagnose geven, dat gaat allemaal heel kort en krachtig. Ik heb daar heel veel verhalen over en heel veel over geschreven, maar dat ga ik kort en krachtig doen. Ik ga het vervolgens hebben over veiligheid in een netwerkmaatschappij. In een netwerkmaatschappij heb ik een heel lang gedacht van, wat is dat voor een modieuze kreet? Maar geleidelijk aan ben ik toch wel tot de overtuiging gekomen dat dat wel echt een hele fundamentele ontwikkeling is die we aan het doormaken zijn als samenleving. En tenslotte wil ik ingaan op lokale strategie. Dat heeft ook wel te maken met een groot probleem. Het veiligheidsprobleem is op zichzelf niet mis. Misschien even een paar cijfers. We hebben, als je 1960 vergelijkt met het jaar 2000, in 1960 waren er 130.000 aangiften bij de politie. 130.000 keer de burgers naar de politie stappen, er is met dit en dat gekomen. In het jaar 2000 waren dat er 1,3 miljoen, dat is 10 keer zoveel. Inmiddels zijn het overigens 1,4 miljoen. Er valt heel veel over te zeggen over die cijfers, daar wil ik allemaal niet te uitgebreid bij stilstaan. Maar dat is toch wel een indicatie van een gegroeid probleem in de afgelopen jaren. Waarom die veiligheid zo prominent in de aandacht staat, is dat de politieke inzet uitgebroken is. En dan bedoel ik niet alleen het electorale gewin, maar ook wel vrij fundamenteel. Want veiligheid is wel echt een legitimerende pijler eigenlijk van de overheidsmacht, van de staatsmacht. In het Romeinse recht, Pax is et securitas. Vrede en veiligheid, dat is een heel fundamenteel gegeven. Burgers willen door de overheid een zekere mate van bescherming krijgen. Anders zeggen ze eigenlijk het vertrouwen in die overheid op. Afgelopen dinsdag werd ik gebeld. We hadden een vergadering van het college van burgemeester en wethouders. En er was een psychiater aan de lijn die mij vertelde dat er iemand was in psychische problemen. Gevaar voor zichzelf. Dat was het antwoord, denk ik. Ja, succes. Dames en heren, ik ben uitgenodigd om te reageren op de uitspraken van, althans op de stellingen van professor Bourdelier en van de burgemeester van Utrecht, de heer Olsen. En dat doe ik heel graag, want ik heb het nodige te maken met veiligheid. Mensen, we gaan aan de afronding beginnen. Het was zowaar echt de moeite waard inhouden. Twee hele goede inleidingen. Interessant, dat is vaak lachen geblazen. Het is leuk, hoor ik hier iemand zeggen. Dat is ook, het is bijna soms dolle pret. Het is heel mooi.